Dieter de Koning is 21 jaar en woont in Capelle. Hij weet nog maar goed anderhalve maand dat hij naar de Olympische Spelen mag. En eigenlijk begint dat nu pas echt goed door te dringen. Het is eigenlijk als klein kind al dat ik naar de Spelen wou gaan. En als je er ook elke dag keihard voor werkt en het lukt dan ook, dat is bangelijk. De Koning heeft er net 2 weken Tenerife op zitten. Een zware trainingsstage wel te verstaan en geen vakantie. Om te spelen zwemt hij niet individueel, maar wel in het estafette-team. Hun afstanden zijn 4x100 en 4x200 vrije slag. Wat is de belangrijkste voor jou? Op de 4x100 vrije slag is de kans groter dat we de finale halen. Dus op basis daarvan zou ik zeggen dat de 4x100 belangrijker is. Ja, jullie durven het woord finale in de mond nemen. Wij hebben nu op dit moment de 9e wereldtijd, zeg maar. De top 8 gaat naar de finale. Ik heb het gevoel dat wij alle 4 heel goed hebben getraind en dat we er alle 4 klaar voor zijn. En de verschillen liggen zo dicht op 1, zeg maar, dat eigenlijk alles kan. De Koning komt in actie op 29 en 31 juli. Daarna mag hij zich voor de rest van zijn leven een Olympisch atleet noemen. Het is inderdaad uniek. Veel mensen laten een tatoeage achteraf plaatsen. Of ik dat ga doen, dat weet ik zelf nog niet. Ik zal nog zien binnen een paar weken. Je bent er al duidelijk over aan het nadenken. Dat wel, ja. Waar dan? Waarschijnlijk hier op de Ribbe. Maandag vertrekt de Koning naar Londen.